geniaal. De ander vindt ze smakeloos. Maar wat je er ook van vindt, ze zijn razend populair op internet. Pranks. Komt er eigenlijk op neer dat je een grap met iemand uithaalt en dat vervolgens op internet zet. Nou, de laatste prank die voor veel ophef zorgt, is die van vlogger Seif. Hij slaat een ei kapot op het hoofd van een conducteur. Een vrij smakeloze prank die toch echt te ver gaat. Oh mensen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe prank. Prank ga ik al, hoe heet dat? Eieren op mensen gooien, mensen op station. Ja, inmiddels heeft Seif zijn excuses aangeboden, maar vloggers lijken steeds verder te gaan met hun pranks. Alles om maar zoveel mogelijk views te krijgen. En dat levert geniale grappen op, maar ook heel veel slechte. Welkom bij Maudi Vlogs. We zijn in Heerenveen. Ik ga ballonnen slopen. Mauri vindt het ook leuk om met paspoppenbenen te doen alsof hij seks op straat heeft. Kort geleden kreeg hij van Dumper.nl de titel allerkutste pranker van Nederland. Ben je er trots op of is dat toch iets waar je denkt van nou misschien moet ik iets verbeteren? Ik ben er heel trots op. Dat je de allerslechtste pranker van Nederland bent? Niet de slechtste, maar de kutste. Ja, is het niet een beetje hetzelfde? Dat is uiteraard niet hetzelfde. Wat is het verschil tussen een goede prank en een slechte prank? Naar mijn mening is een goede prank een prank die niet ten koste gaat van anderen. Een slechte prank is als het wel ten koste gaat van anderen, als je iemand er pijn mee doet of iemand echt extreem beledigt. Mauri scoort een record hoeveelheden duimpjes omlaag op YouTube. Hier een ander hoogtepunt uit zijn oeuvre. Ik mocht zoveel zo als ik wil. Heel artistiek. Wat was daar het artistiek in? Wat zien wij niet als kijker wat jij wel ziet in deze prank? Het gaat natuurlijk om de grap en een beetje een soort van remedy van er is saus genoeg. Dus laat het nemen, pak wat je pakken kan. Hele volkstammen pranken zich suf op YouTube. En sommige zijn niet eens zo slecht bedacht. De beste prank ooit. Ik ben heel erg fan van de Spider Dog prank. Er was een man die heeft zijn hond aangekleed met een groot spinnenpak. En daar schrokken mensen enorm van. Dag mevrouw, zou je het leuk vinden als ik dit jurkje zou aantrekken? Jij? Mauri neemt hier een nieuwe prank op. Maar de reacties vallen wat tegen. Als een prank heel goed bekeken wordt en viral gaat, dan kan je er via reclameinkomsten flink aan verdienen. En Mauri hoopt dat het hem ooit gaat lukken. Ik ben je boy Mauri. Amour, vaya, horsefighter, boom!